In slechts 20 minuten ben je met de metro vanuit Rotterdam midden in Spijkenisse. Ik heb afgesproken met Rodney en samen met hem ga ik hier de architectuur ontdekken in deze stad op Voorneputten. Nou, welkom in Spijkenisse. Ja, dankjewel. Het is een stad met 80.000 inwoners, maar in het centrum noemen we gewoon nog steeds het dorp. We gaan daar straks ook even kijken bij de kerk, bij de molen en bij het theater. Ik heb nog nooit zo'n modern stadhuis gezien. Het is niet heel modern, maar het is uit de jaren 70, 80. Alleen ze hebben recent, heeft Spijkenisse de sprong gewaagd naar de moderne tijd. En hebben ze onder andere het stadhuis flink aangepakt en gemoderniseerd. Maar ook het centrum zelf. Ja, we staan hier op de Uitstraat. Een relatief nieuw plein, maar heeft altijd in het hart van Spijkenisse gestaan. Tussen 2002 en 2007 is dit door Soeters en Van Eldonk architecten. Is het helemaal in de neo-traditionalistische stijl opnieuw gebouwd. Wauw, zodat en wat voor stijl is dat voor de amateurs onder ons? Dit is dus echt om de oude stadstijl van Nederland terug te brengen in een voorheen wat minder aantrekkelijke stad. Okay. Dus je ziet hier ook oudere gebouwen, oudere stijlen. Hier staan we naast een supermooie middeleeuwse kerk. En achter ons ligt een hele moderne bibliotheek. Ja, het contrast kan in Spijkenisse nergens groter zijn. We hebben hier twee architectonisch sombere gebouwen, weinig details. Maar van binnen zijn ze echt geweldig. Met in de kerk een unieke houten gewelven en in de bibliotheek een berg van boeken letterlijk. Nou, we zijn nu in de Boekenberg, want Rodney vertelde mij dat het echt even de moeite waard was om even binnen te kijken. En dat is het ook, jij hebt me gelijk. Ja, de Boekenberg kan natuurlijk niet ontbreken, gemaakt door Winnie Maas, de architect van de Markthal in Rotterdam. Oh, bijzonder. Een van Nederlands grootste architecten en dat zie je hier ook wel terug. Dit is echt heel leuk, want ik sta nu in de woonkamer van familie Hogeboom. En dit grijze vlak hier achter mij, dat zijn de schuren en stallen. En die andere grijze vlakken die je kunt zien om mij heen, stonden dus daadwerkelijk huizen vroeger. Hoe leuk is dat verzonnen? Achter ons zien we een hele mooie molen. En daar is iets heel bijzonders aan. Ja, deze molen is een tijdje terug, is die 7 meter omhoog getild. En opnieuw de muren aangemetseld. Omdat die anders uit de wind kwam te liggen van het nieuwe theater. En dit is dat nieuwe theater. Ja, theater de Stoep. Ja, Theater de Stoep inderdaad. Hij lag eerst in het centrum. Nu aan de rand. Ontworpen door Ben van Berkel. Dezelfde architect als de Erasmusbrug. En recent genomineerd tot een van de beste theaters van Nederland. Zoals je kan zien staan we nu op een hele mooie paarse brug. En je hebt deze brug in verschillende kleuren. Ja, dat klopt. Dit zijn de Eurobruggen. En die staan hier in Spijkenisse. En dit is de 500 euro. Verderop heb je de 50 euro en de 10 euro. Dus we doen het goed, hè? Op de 500 Zeker. Euro staan we. Zeker. We staan hier nu aan de Oude Maas. En het lijkt hier wel eigenlijk een soort van klein Rotterdam met al deze grote flatgebouwen. Ja, allemaal moderne flatgebouwen van bekende Nederlandse architecten. En geliefd ook om het woongenot zo langs de Oude Maas en het natuur. Mocht je nou helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in de historie of in de architectuur, dan is Spijkenisse alsnog de place to be, want hier kan je ook heel leuk winkelen en lekker eten en drinken. Spijkenisse ligt ook nog eens op een steenworp afstand van Rokanje. In de volgende vlog ga ik dan ook het strand ontdekken. Maar Spijkenisse, ik kom zeker nog een keertje terug.